Ik speelde wel best wel lekker en ik had ook assist op Quincy. Dus. De laatste goal. De laatste goal was een mooie goal van Quincy. Ik kan me ook nog een moment daarvoor herinneren dat jij op de keeper afging en dat de keeper jou aantikte. Ik had het idee dat hij jou raakte, dat er misschien wel een penalty was. Ja, de scheidsrechter zei de bal was te lang, zeg maar. En hij tikte me niet, de scheidsrechter, maar hij heeft me geraakt. Het is niet een penalty, dus. Raakte die jou ook echt? Ja. Dus eigenlijk was het gewoon een penalty? Ja, was penalty. Had je hem dan ook zelf opgeheist, die penalty? Had je hem zelf willen nemen? Ja, als wij penalty was, had ik hem zelf genomen. Dat zo. Hoeveel heb jij er gemaakt al dit seizoen? De laatste paar wedstrijden heb ik wel 5 gescoord. 2 wedstrijden. Okay. Dus voor de rest weet ik niet meer. Dus. Ja. Voor jou een seizoen geweest waarin je, je kan nog een lichting lager spelen. Je kan nog met de onder 14 meedoen. Dus eigenlijk is het al fantastisch dat je bij die onder 15 zit. Is dit seizoen een goed seizoen voor jou geweest? Want je hebt met verschillende elftallen meegedaan. Hoe heb je dat zelf ervaren? Was wel, begin was wel goed met C1, maar daarna was ik lang geblesseerd geweest. Dus ik speel nu 5 wedstrijden achter elkaar. Ik heb niet lang gespeeld bij C1. 2-1 gewonnen vandaag. Hoe is voor jou de wedstrijd verlopen? Ja, het ging wel goed op zich. De eerste kwartier ging goed. En een aantal kansen gecreëerd. Een goal gemaakt. En we hebben met elkaar hard gewerkt. En ja, daardoor het resultaat.
Gino, laatste 4 wedstrijden gewonnen, 12 punten. Je wint vandaag van Vitesse, goede ploeg. Dat moet heel veel vertrouwen geven in de ploeg. Ja, zeker. Alleen eigenlijk hadden we dat al eerder in het seizoen moeten doen. Hoe leeft het in de groep dat jullie het net niet gehaald hebben, maar toch zo goed gedaan hebben de afgelopen weken? Ja, dat is jammer, maar ja, de laatste weken toch goed gespeeld. En ja, dat is dan toch wel... Het is wel jammer, alleen ja, toch goed gedaan uiteindelijk de laatste 4 wedstrijden. Hey, is het dan ook nog zo dat er, dat je bezig bent met tijdens de wedstrijd ook met de uitslagen van de andere ploegen? AFC en Groningen waren heel erg belangrijk voor jullie. Als die hadden verloren, dan hadden jullie vandaag, had jij in ieder geval hier anders gestaan. Een stuk blijer, denk ik. Is dat iets wat nog meespeelt tijdens een wedstrijd? We kijken natuurlijk eerst naar onszelf en moesten de wedstrijd gewoon winnen. Ja, en dan is het kijken naar de andere wedstrijden. En dat is helaas iets anders uitgepakt dan dat we hadden gehoopt. We hebben in ieder geval genoten deze wedstrijd. En we hebben gewonnen als club, dat is belangrijk. En jij als team?